Ja, hier is Vissie weer en welkom bij deze nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. Ja, op de achtergrond zien jullie wat gameplay van mij, waarschijnlijk Apex Legends of misschien wat Call of Duty gameplay. Ik heb geen gameplay gekregen van kijkers, dus hierbij een nieuwe oproep naar de kijkers toe, naar jullie dus. Hebben jullie gameplay voor mij? Call of Duty, Apex mag ook wel, hè? Fortnite mag zelfs. Als je dan 25 kills haalt, dan mag je me zelfs Fortnite geven. Dat kun je opsturen naar mij, vision89@gmail.com. Je mag het ook retransferen. Linkje, dat kan downloaden. Je kan ook verborgen uploaden op je kanaal, weet ik veel. Je kan alles doen. Zorg er wel voor dat het echt een beetje 27p is, zeg maar. Niet dat ik moet kijken van, zulke blokken in beeld heb. En dan denk ik van, 144p. En dan zijn we er wel aan de max. Maar daar moet je zo aan. Ja, ik heb via Instagram stories weer gevraagd om Q&A vragen. En jullie hebben antwoord gekregen. Dus dat is mooi. Ik zou zeggen, volg me natuurlijk op Instagram. Hartstikke fijn natuurlijk. Facebook, Twitter, je weet wel, al die shizzle. Visionator NL, dat is het gewoon. Dan gaan we over naar de eerste vraag van deze week, op deze maandag. Niels van Zanten 7 vraagt aan mij een technisch vraagje. Hoe kan je geluid van je Skype op PC en Xbox PlayStation tegelijkertijd horen? Oftewel, hoe kan ik dus eigenlijk gameplay geluid horen van de Xbox en dan apart op Skype ook nog door dezelfde headset horen? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik heb een Turtle Beach headset. Nou, je zit trouwens nog even hele dure voor mij, want deze is 40 euro of zo. Maar deze headset, daar zit een aparte aansluiting op die ik van een andere headset nog over heb. Een andere Turtle Beach. Die heb ik hier zeg maar gewoon zo ingeklikt. En dat is de PX22. En alle PX, dat zijn eigenlijk oude, die hebben deze functie dat ze een USB-kabel hebben en dus deze kabel. En deze kabel zit dus hier aan verlengd, zeg maar. En die kan dus in mijn tv/computerscherm. Het is nu een computerscherm, het was een tv. Maar ik heb een computerscherm nu met audio uit. En de USB doe ik in mijn PC. En zo heb ik dus geluid van mijn Skype tegelijkertijd onder het gamen. En dan heb je gewoon ook beter geluid natuurlijk. Dan hoor je die crappy party chat geluid. En dat vind ik gewoon echt verschrikkelijk lelijk. Dus vandaar dat ik het zo heb gedaan. Dat ik het, dat ik het zo kan opnemen. Maar je kan dus ook gewoon op Discord. Je kan alles dus gewoon via elke programma doen. Via PC, zeg maar. Volgende vraag van Darshan DH070. Hoeveel is je gaming setup waard? Dat is een hele goede vraag. Ik heb een Xbox One X, PlayStation 4 Pro. 800 euro samen misschien. Mijn scherm 150 euro. Nee, iets meer. 180 euro. Ik heb een 27 inch nog, was ik. 27 inch volgens mij, ja. En ik heb nog een 24 inch, maar die heb ik eigenlijk gekregen, een ezertje. Dan heb ik deze, de microfoon. Dat is de Samsung G-Track Pro. Ik heb ook gekregen trouwens, maar hij is 130 euro als je hem koopt. De PC. 1050. Ik heb twee printers. Een laserprinter gekregen van mijn ouders, die hadden ze nog over. Nou, die gebruik ik wel. Dat is altijd handig als je heel veel printers aan elkaar, dan kan ik een laserprinter gebruiken. En ik heb gewoon zo'n desktop inkjet printer. En die gebruik ik eigenlijk dus alleen voor het scannen. Maar ja, scannen los, dat slaat nergens op om te kopen. En verder met toetsenbord muis is tientje waard of zo. Dus dat is eigenlijk gewoon goedkope meuk. Ik heb zelfs een oude Dell toetsenbord en die ziet er echt. Ik denk dat als je daar zo'n test over gaat doen, hoe smerig die is, gaat die niet goed. Ik zeg één ding, man, kansloos dit, hè. Maar hij typt verschrikkelijk lekker, hij heeft echt zo dat geluid, weet je, gewoon echt een tik geluid, ik hou daarvan, ben ik serieus. En dat was het eigenlijk, ja, dat was het. Volgende vraag, zo kut als je schermbeveiliging weer aangaat op je mobiel ook. Vind je Fortnite nog leuk? Van Guillaume 024. Waar is 024 ook weer? Geen idee, Arnhem of zo? Vind je Fortnite nog leuk? Nee, maar dat is. Nee. Het gaat veel te ver en veel te veel bouwen. Nee, dus. Volgende vraag van Hidden 023. Dat is Haarlem. Familie of vrienden? Nou, natuurlijk familie. Altijd. Die heb je hele leven. En vrienden. In principe hele goede vrienden. Ook je hele leven, hoop je. Maar familie heb je hoe dan ook je hele leven, zeg maar. Dus daar moet je. Ik vind familie is heel erg belangrijk. Vrienden ook trouwens hoor. Vrienden zijn ook heel erg belangrijk.
daarna de rest. Dan heb ik het over geld, spullen. Eerst is altijd familie en dan vrienden. Oké, volgende vraag van Escha Schuilenburg. Ook een Lemster. Die vraagt aan mij, wanneer ga je weer op stap? Ja, ik heb er ontmoet in de discotheek. Nee, geen vriendin. Ze is 18. Daar gaat het niet om. Maar ze keek Paul. En ze zei, King Alert! Sorry, Paul. Maar, ze vraagt wanneer we uitgaan. Nou ja, ik ga natuurlijk nog een keertje met Paul uit hier. Fish Party hier natuurlijk. Dat is eigenlijk altijd geheim. En ook nog een keertje met Jouke, de buurman. Ga ik ook nog een keertje gezellig uit. Even een drankje halen. Ja, toch altijd leuk. Een drankje halen. Volgende vraag van MaxDK _. Wat wil je vroeger als kind altijd worden? Ik wilde graag aannemer worden. Omdat mijn vader dat ook was. Saai op het eigenlijk wel. Ik ben blij dat ik het niet geworden ben trouwens. Daarna ging ik in de ICT. Als ik niet YouTuber was geweest, had ik nog ICT geweest. Volgende vraag van Lars DK777. Hoe was je vroeger als kind op de basisschool? Ik ben heel eerlijk dat ik weet bijna niets meer van voor mijn 10e jaar. Vanaf mijn 10e jaar weet ik pas dingetjes, kan ik me dingetjes weer herinneren. Ik kan wel herinneren dat ik naar school ging natuurlijk. Naar de basisschool. Maar ja, bijvoorbeeld de laatste klasse basisschool, ja, dan ben je al 12, 13 jaar of zo, zoiets. Dus dan ben je al wat ouder. Ja. Nee, ik weet echt, nee. Ik weet heel weinig eigenlijk. Hoe was je als kind? Ja, lief. Ik ben altijd lief, toch? Ja. Volgende vraag van Godkleren. Gaat die uit. Irmgard. Live of Irmgard. Wanneer kom je nou eens bij mij trainen? Dat staat erbij. Kijken of je het volhoudt. Ja, ze is echt een volledige, begint zich helemaal rot. Maar ze wil een keertje mee. Als ik een Road to Prepit. Wat trouwens echt komt, hè jongens. 1 maart Road to Prepit op het tweede kanaal. Dus abonneer dan eens op het tweede kanaal. Doe dat eventjes, hè. Link is in de beschrijving. Daar komt Road to Prepit op. Dan ga ik een keertje naar haar toe. En dan wil ze een keertje met me trainen en zo. En ik ga ook een keertje met Paul trainen. Ik ga ook een keertje met mezelf trainen. Nee, dat is echt een hele foute opmerking. Maar in ieder geval, ik ga trainen. Volgende vraag van Luc Groensen. Wat vind je van je Fortnite-parodie? Ja, ik, maar dat is mijn mening, hè. Ik vind hem leuk. Want kijk, iedereen zegt van, jij je zingt slecht. Ja, zing ik slecht. Het is cringe. Het is cringe. Dat is ook de bedoeling toch, of niet soms van een parodie? Wat dan meer? Ja, het rijmt te veel. Ja, dat vind ik de bedoeling. Ik vind dat mijn humor. Mijn humor. Ja, dus ik vind hem goed gelukt. Trouwens, 22.000 views op dit moment. En dan gaat er iets binnen. Dan gaat er een heel geluidje komt er binnen. Oké, wat vind je van tot nu toe van het nieuwe seizoen van Black Ops 4? Ja, ik heb het 1 keer dag gespeeld en daarna niet meer. Door Apex eigenlijk. Maar ik vind het lekker. Wel hartstikke leuk. En ik vind het ook leuk dat er nieuwe specialisten in zitten en zo. En ik vind het ook leuk dat er nieuwe wapens in zitten. Ik vind het allemaal hartstikke leuk, maar ja, we zitten natuurlijk een beetje into the apex. Ik denk niet dat ik later weer terug switch naar Call of Duty, want dat doe ik altijd. Ik ben uit van in mijn hart. Ik heb Call of Duty hart. Ja. Paint, jongens. Wat is je favoriete game? Ninja Gaiden. Xbox. Yuri 0172. Wat vind je van alle dislikes op je parody? PS, je bent een held. Hoe meer dislikes, hoe beter je het gedaan hebt eigenlijk in dat geval. Want ja, het zou raar zijn als die parody 1000 likes heeft en 1 dislike. Ik vind trouwens video's met 1 dislike is eigenlijk ook niet heel erg goed. Want je moet eigenlijk een beetje triggeren bij mensen dat ze een mening vormen over jou eigenlijk. Want dan heb je zeg maar interactie met je kijkers. Je leeft zo. Dus ja, die disliken maar wat ze willen. Doet me heen pijn. Wat moet er volgens jou nog veranderen in Black Ops 4? Vraag Chris 774. Ja, ik heb geen flauw idee. Ja, gewoon specialist erin. Maar ja, dat kan ik vergeten. Daar kan ik heel lang over nadenken. Heel lang over blijven dromen. Gaat toch niet komen. Mike vraagt, is Apex Legends een goede concurrent voor Fortnite?
Nou, zeker. Ik denk dat je nu al kan concluderen dat er een hele grote hap weggehaald is bij Fortnite door Apex. En terecht natuurlijk, want dat betekent wel, Apex is natuurlijk gewoon wel iets oudere publiek. En dat betekent wel dat alleen de jongere mensen blijven zeg maar bij Fortnite houden. Niels van Zanten 7. Oh, die had al eerder een vraag gesteld. Waar ga je lekkerder op? Apex Legends of Blackout? En hij wil een shout-out hebben. Tok YouTube kanaal. Dat mag een beetje. Oké, Tok, dankjewel. Hij heeft een YouTube kanaal. Apex Legends is denk ik makkelijker. Veel makkelijker. Ik heb maar 20 teams. Ik speel met z'n drieën. Als jij kut gaat, dan heb je nog je teammates die je kan helpen. Nee, Apex is wel makkelijker. Eerlijk gezegd. Juriaan van der Velden, laatste vraag. Ook weer een Apex-vraag. Wat haat je aan bij Apex? Beetje vraag, rare vraag, maar wat haat je aan Apex? Wat ik haat is dat je spawnt en je dropt en je hebt na 9 kamers nog geen wapen. Dat gebeurt gewoon. Maar dat gebeurt eigenlijk wel in elke Battle Royale game. Het heeft ook natuurlijk wel zijn charmes daarin. Maar ik vind het wel echt kut, zeg maar. Ik vind gewoon dat je moet droppen en je moet gewoon in ieder geval een pisteltje in je handen hebben. Dat lijkt me gewoon al heel erg fijn in elke Battle Royale. Hè? Nou, maar laat jouw mening erover. Wat haat jij aan Battle Royale games? Wat vind jij echt irritant in Battle Royale games? Laat het eens achter bij de comments, zou ik zeggen. Leuke vraag, weer een beetje interactie, ja toch? En een paar comments erbij. Ik zou zeggen, jongens, like eventjes deze video. Dat zou heel erg tof zijn, want het wordt echt heel slecht geliked. Komt ook door Twitter, trouwens, dat Twitter afgekoppeld is. Maar jongens, like wel. Het is echt heel erg motiverend voor een YouTuber. Gewoon, ik heb het niet alleen over mij, maar elke YouTuber die je kijkt en die je leuk vindt, moet je gewoon, je moet niks natuurlijk, maar je begrijpt wat ik bedoel, like gewoon die video's. Het is gratis, ja toch? En een commentje achterlaten is ook heel erg fijn. En natuurlijk, abonneer nog even op mijn tweede kanaal dus. Hij staat in de beschrijving, hij heet Dealtime. Hij gaat waarschijnlijk wel veranderen qua naam. Want er komen ook andere video's op. En Dealtime heel weinig. Want ja, dat zijn productiewerken. Ik wil zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.